Goedemorgen iedereen! Nou, welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Oh yeah! We gaan dus weer een rommelmarktje doen. We gaan nu momenteel naar Hooglede. Normaal ging ik naar Brugge gaan, samen met Remzi. Maar Remzi was gisteravond, naar het schijnt, op een house party aan het... Oké! Oké. Oh, ja. Goed. En hij is daar blijven slapen, blijkbaar. En daarom had hij niet mee, want het was een beetje laat en bla 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 bla. Dus wij gaan nu naar Hooglede gaan. Daar is een rommelmarkt van 220 kraam, standen dus. En ja, we gaan er dus naartoe en we gaan een beetje movie hunting gaan doen. Hè. We gaan een keer kijken wat we eventueel allemaal kunnen vinden. Goed, allez, let's go! Yeah! Style. Style is the answer to everything. Die mensen. En ondertussen zijn we dus weer thuis gekomen. Het was een klein rommelmarktje, maar wel een gezellig rommelmarktje. Maar ik heb toch een paar dingen gevonden. Ik heb in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 titels gevonden. Dus we gaan een keer tonen wat we allemaal gevonden hebben. Het was allemaal een euro het stuk. Dus de eerste dat we gevonden hebben is Cabin Fever. Ik heb die nog wel al gezien vroeger. Dat was wel een vuil filmpje over... Ja, ik weet niet meer over wat het juist gaat, over een besmet water of zoiets. En wel er vuil die afvalt, weet ik veel. Zot filmpje. Ik denk dat er 3 van bestaan, maar ben ik niet zeker. Dan de volgende is een Blu-ray. The Terrifying Edition, Final Destination 5. Dat zit like, in een DVD-doosje, maar dat is zo wat leeg. Kijk, je kunt dat zo wat zien. Maar dan, de bovenkant zit een Blu-ray erin. Dus het zit maar eigenlijk tot hier zo. Voilà, tot daar ongeveer zit het gevuld. Heel rare editie, maar voor een euro dacht ik van... Hey, we gaan dat wel meedoen. Final Destination 5. Voilà. Dan de volgende. Heb ik ook nog niet van gehoord. Ik weet niet wat een goede film is. Laat het een keer weten in de comments. Dat is Damn It. En wacht, want er zit iets in mijn oog. Oké. Dus Damn It, of The Damned, het zal wel zoiets, het zal zo zijn. Ken ik totaal niet, maar dacht voor een euro, misschien een goede horrorfilm, je weet het niet. Voilà, dus daar ook mee. Dan, de volgende film heb ik gekocht omdat mijn pa daar nog vroeger over gesproken heeft. Hij vond dat een heel goede film vroeger. Dat is al een hele, heel nieuwe film met Michael Caine. En dat is Zulu. Nog nooit gezien. Mijn pa vond dat een mega goede film. Dus voor een euro dacht ik, ik zal het wel een keer meedoen en een keer bekijken. Dan de volgende film is ook een horrorfilm. Dat is Your Next. Die heb ik ook al een keer gezien, maar het is al heel lang geleden. Ik weet niet meer recht over wat het gaat. Maar dacht voor een euro, we gaan dat meedoen. En dan natuurlijk hebben we nog een film... dat is dus gevallen. Dan hebben we nog een film dat ik zelfs niet wist dat bestond. Met Robin Williams en Shelley Duvall. Dat is Popeye. Nog nooit gezien, nog nooit van gehoord. Ik heb dat nog nooit op de rommelmarkt zien liggen. Dus blij dat ik het gevonden heb. Kijk.
Het is wel niet met Engelse, met Nederlandse ondertiteling, maar dat maakt niet uit. Het is Engelse ondertiteling, dus voor mij is dat even goed. Dus voilà, dat waren de titels dat ik vandaag gevonden heb. Ja, dat was dan ook de video weer. Normaal ging ik nog een rommelmarkt doen, want er zijn er superveel vandaag. Maar ik heb niet veel tijd, want ik moet naar de kapper gaan. Mijn haar moet afgeschoren worden, want vanmiddag hebben we een leuk verjaardagsfeestje van mijn petekind Maurice. Dus ja, dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Like zeker deze video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. En dat zal volgende week zijn zeker of zo. We gaan het wel allemaal zien, hè. Allee, salut!